Beste Velzenaren, we zijn samen begonnen aan 2022. Ik wens jou en de mensen om je heen alle goeds toe voor dit nieuwe jaar. Een gelukkig jaar, een hoopvol jaar en een jaar in goede gezondheid. De nieuwjaarsnacht is in Velsen relatief rustig verlopen. Er waren gelukkig geen grote incidenten. Ondanks het vuurwerkverbod werd er wel veel zwaar vuurwerk afgestoken. Her en der leidde dit tot schade en er waren diverse brandjes. Maar al met al viel het mee. Ik heb wel een oproep, hou je kinderen vandaag alsjeblieft in de gaten en zorg ervoor dat ze geen vuurwerken oprapen dat niet is afgegaan. Het kan tot vreselijke ongelukken leiden. Helaas waren er ook enkele mishandelingen en vernielingen afgelopen nacht. En in het hele land zijn er opnieuw politieagenten en andere hulpverleners belaagd. Dat is onacceptabel en mogen we nooit normaal gaan vinden. Je blijft met je poten van onze hulpverleners af. Deze mensen zetten zich in voor onze veiligheid. Toch wil ik ook een groot compliment maken aan alle velzenaren die deze jaarwisseling binnen de huidige coronamaatregelen in kleine kring hebben gevierd. Nog niet zo lang geleden zag ik voor me dat ik jou in januari zou kunnen ontmoeten. En toe zou mogen spreken op een nieuwjaarsbijeenkomst. Maar door de lockdown zit dat er weer niet in. Dus doen we het zo. Jij thuis, ik in ons gemeentehuis. Tussen jou en mij zit een scherm. Maar ik voel geen afstand. Ik sta dicht bij jou. In opnieuw een moeilijke periode voor ons allemaal. Het is zwaar voor iedereen en met name voor onze winkeliers, onze horecaondernemers en onze culturele organisaties, maar ook voor de leden van de vele verenigingen in Velsen die zo graag willen, maar weinig mogen. Dat raakt mij. Maar ik weet ook hoe moeilijk en donker het nu ook is. We gaan het samen redden. Wij zijn Velsen. Wij kunnen dit. Diep in ons zit een enorme spirit, een gedrevenheid. Wij maken samen van dit jaar een hoopvol jaar. En misschien ben je wel eens moedeloos, ik ook, als we na één of twee stappen vooruit weer één of meer stappen terug moeten zetten. De teleurstelling en het verwerken daarvan. Laten we afspreken. We blijven ons er samen voor inzetten. Om ons normale leven terug te krijgen. En we zijn op de goede weg. Door te vaccineren en door nu te boosteren. Dat doen we voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. En voor de artsen en de verpleegkundigen. Met name voor de artsen en verpleegkundigen heb ik zoveel bewondering. En ook geef ik een groot compliment aan alle andere hulpverleners. Het zijn moeilijke tijden. Voor ons allemaal. En maar juist de mensen van onze hulpdiensten, denk bijvoorbeeld aan de politie, verdienen onze bewondering en respect. Ook zij lopen op hun tandvlees, maar gaan door voor ons. Bewondering heb ik ook voor jou. Daarbij maakt het niet uit als we soms anders denken over dingen, want frustratie een gevoel van onmacht hebben we in deze tijd allemaal. Ik ook. Soms zijn we het niet met elkaar eens over hoe we door deze tijd moeten komen. Dat mag. En dat is goed. Dat hoort ook bij een democratie. Elkaar scherp houden is goed in een democratie. Van je laten horen is goed in een democratie. Maar daarbij is respect voor elkaar. En met elkaar blijven praten? Heel belangrijk. Dan komen we samen verder. Dan zorgen we samen voor hoop. Nieuwjaar betekent altijd terugkijken en vooruitkijken. Waar kijk jij naar uit in 2022? Waar denk jij nu aan terwijl je misschien aan de laatste oliebol zit te eten? Ik kan me daar zeker in deze tijd wel duizend dingen bij voorstellen waar ik aan denk en die ik hoop te realiseren komend jaar. Ik hoop dat jij jouw dromen waar kunt maken. En dat we allemaal weer kunnen genieten van de dingen waar we blij van worden en die ontspanning geven. Gezellig uit eten, een avondje naar de schouwburg hier, een dorpsfeest, een wedstrijd van Telstar bezoeken en noem maar op. Ik hoop dat we in 2022 overwinningen mogen vieren. waar we het afgelopen jaar een bodem voor hebben gelegd. Ik noem er graag een aantal. Wat we al het afgelopen jaar hebben bereikt. De eerste: ons Tata Steel bereidt zich voor op een duurzame toekomst. waarin ze groen staal maakt met waterstof. Het zal nog even duren voor we groen. Gezond en veilig staal maken in Nijmegen, maar het gaat wel gebeuren. Afgelopen jaar zeiden alle partijen voor het eerst: we gaan hiervoor. Die verandering, die nieuwe koers, voelde voor mij als een bevrijding. Ik hoop voor jou ook. In 2022 gaan Tata, wij en vele anderen door met de weg die is ingeslagen. Om zo snel mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren. Om de weg te beleven naar een schone en gezonde staalproductie op basis van waterstof. Voor de staalfabriek van de toekomst, waar je gerust naast wilt wonen. Een ander punt is, de gemeenten hebben het financieel enorm zwaar. Overal. Toch wisten wij hier in Velzen in 2021 een sluitende begroting voor elkaar te krijgen. Bravo en complimenten aan de gemeenteraad. Dit jaar bouwen wij hierop voort. Een vierde punt. Hoe ziet Velzen eruit in 2050? Dat staat geschetst in de nieuwe toekomstvisie. De visie op Velzen 2050. Duurzaam verbonden. Deze visie is niet op het gemeentehuis bedacht en geschreven. Maar door gesprekken met inwoners, met maatschappelijke organisaties, met andere gemeenten en met ondernemers. Want alleen in verbinding met elkaar kunnen we Velzen een mooie toekomst geven. De visie bevat een koers voor Velzen op weg naar een duurzame, welvarende, maatschappelijk gezonde toekomst. Vanuit onze waarden, vanuit onze kracht werken we aan de volgende zaken. Nummer 1. Een velzen waarin we prettig samenleven en samen wonen. 2. We bereiden ons voor op verdere digitalisering, zowel in ons werk als in het dagelijks leven. 3. We worden duurzamer en werken hiervoor aan slimme oplossingen. Velzen heeft alles in zich om een duurzame, innovatieve en technisch hotspot te worden in Nederland. 4. We gaan slimmer samenwerken. Met jou. En met alle andere inwoners. En met onze buurgemeenten en vele andere organisaties. Want in en om Velsen moeten we het samen doen. En vijf, als we het hebben over overwinningen, dan denk ik natuurlijk ook aan Telstar. Telstar bekert door in 2022. Ze overwinteren in de KNVB-beker. Wie gaat de Witte Leeuwen stoppen? Toch niet PSV? Ik hoop van niet. We hebben ook uitdagingen voor het nieuwe jaar. De eerste, vanuit hoop terug naar normaal gaan. Dat staat bij mij echt op nummer één. En daarbij elkaar en zeker ook onze, on onze ondernemers blijven steunen. Blijf daarom vooral lokaal kopen en bestellen. Want anders zijn ze weg als we weer terug kunnen naar het normale leven, omdat ze het niet gered hebben. Ondanks de problemen van nu, hoop en geloof houden en werken aan beter. President Obama kon dit in drie woorden zeggen. Yes, we can. En dat geldt ook voor velzen. Een tweede punt is de woningbouw. Ben je jong en wil je op jezelf wonen? Dat is nu helaas een enorme uitdaging. Schier onmogelijk. Misschien geldt het voor jou. Of voor jouw kind, of voor je kleinkind. Maar ook voor anderen is het op dit moment lastig om een woning te vinden. Er is zoveel meer vraag dan dat er woningen zijn. Dus moeten we bouwen. Dat moeten we. En in 2022 gaat hiervoor de schop in de grond in Velzebroek. Het Hofgeestproject. Daar komen 380 nieuwe woningen. En we gaan aan de slag met de uitwerking van de gebiedsvisie Pond tot Park. Hiermee stomen we het gebied tussen het Pondplein en de Stadspark IJmuiden klaar voor de toekomst. De naoorlogse woningen worden vernieuwd en er komen nieuwe woningen bij. En waar het kan, maken we het mogelijk om de woningbouw in Velsen te versnellen de komende periode. Het de derde punt, Groen Tata. Ik noemde Groen Tata net ook al. Ik droom graag groot. Ik voorzie dat we dé waterstofhub van Nederland worden. Hier in de Eimond. Voor die schone fabriek met windenergie op zee om die waterstof op een groene manier te kunnen maken. Het kan. En we gaan ervoor. De, die uitdaging kan Tata Steel echter niet alleen aan, ook niet met hulp van de gemeente en de provincie. Wij hebben hiervoor echt het Rijk nodig. En ik doe ook een appel op de nieuwe regering om heel snel met Tata en ons in gesprek te gaan over de toekomst. Maar wat een geweldig perspectief ligt er voor Velsen. Nummer 4, slimmer samenwerken. Als het straks voorjaar is en je stapt op de fiets, dan zie je dat ons grote Velsen eigenlijk best klein is. Die gemeentegrens ben je zo over. En voor heel veel dingen gelden die gemeentegrenzen eigenlijk helemaal niet. Ook hierin zit een uitdaging. Nog slimmer samenwerken met elkaar. Voor die groene industrie, voor woningbouw, voor veiligheid en voor een sterke economie. Wij hebben onze buren nodig, zowel ten noorden als ten zuiden. Alleen ben je sneller, maar samen kunnen we meer. Ik hoor je bijna denken, wie bepaalt dit eigenlijk allemaal? Al die dingen die ik net heb opgenoemd en al het andere dat ik belangrijk vind. Dat is een goede vraag. Dat ben ik niet als jouw burgemeester. Ik bepaal het niet. En ook niet mijn collega-bestuurders. Jij bepaalt. Jij mag straks zeggen hoe we Velsen beter en mooier maken... Over de, onder, over de overwinningen die ik noemde, de uitdagingen waar ik over sprak, mag jij jouw ideeën geven. Zeggen wat jij wilt veranderen. Half maart mag je stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Een gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. En vanuit de gemeenteraad komt dan ook een nieuw college voor de uitvoering. Deze nieuwjaarstoespraak is daarom niet alleen mijn wens voor jou. Het is ook mijn oproep. Zet alvast 14, 15 en 16 maart in je agenda. Drie dagen waarop je kunt stemmen. 14, 15, 16 maart. Dan kun jij jouw stem laten horen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik reken op je. Want jouw stem telt. Elke stem telt. En jouw stem geeft hoop. Een hoge opkomst is een, maakt een sterke gemeenteraad. En het maakt Velzen mooier en beter. Daarom hoop ik jullie allemaal te zien in maart bij de verkiezingen. En ter afsluiting wil ik kort nog even zeggen, want het is de goede kijker al opgevallen, dat onze gebarentolk er vandaag niet is. Maar dat komt omdat zij gisteravond plotseling ziek is geworden. Maar wij zullen zorgen dat de tekst van de nieuwjaarstoespraak uh, gegeven is, te zien is op de website zo rond uh, vanaf drie uur vanmiddag. Ook met een herhaling van deze uitzending. Rest mij nog om met jullie te toosten op het nieuwe jaar. Ik hoop voor iedereen een mooi jaar, een veilig jaar en vooral een gezond 2022. En ik hoop echt van harte jullie heel snel weer. In levende lijven te mogen ontmoeten. Proost op onze allen op Velzen.